Mijn voorgangers Sharon Poerier en Jan Jaap hebben het eigenlijk helemaal opgezet. Die hebben ervoor gezorgd dat een heel online app, een website is gecreëerd over dat je dieren kan registreren. Het doel daarvan is dat je inzicht krijgt in je veestapel. Dus je weet wie moeder is, wie vader is. Dat niet uiteindelijk moeder weer met kind gaat. En dat je daardoor inteelt kan voorkomen. De bedoeling is dus dat je, ja, als je professioneel wil gaan fokken, dat je goed kan zien wat is de afstammeling daarvan. En dat je ook kan bijhouden bijvoorbeeld het geboortegewicht en dan na 3 maanden, nou, hoeveel weegt het dier dan? Dus je, dan kan je een selectie maken in met welke dieren wil je verder of niet. Verder is het ook, het is officieel verplicht sinds 1919 volgens de wet van Bonaire. Maar ja, dat is dus echt al heel lang en volgens mij weten heel veel mensen dat ook niet. Maar er wordt op dit moment ook niet op gehandhaafd. En dat lijkt me ook niet helemaal eerlijk, want het is ook niet voor iedereen eigenlijk, denk ik, nu weggelegd. Want heel veel dieren lopen natuurlijk nog buiten de hekken. Kan vast blijven zitten, dus dat wil je ook niet. Dus eigenlijk is stap 1 ook eerst dat ze binnen de hekken blijven, dat er in ieder geval genoeg voer is. Maar we zijn in ieder geval wel begonnen met de oornummers voor degenen die het wel willen en die dan ook mooi inzicht krijgen in hun veestapel. En wat ook willen is, waar we naartoe willen, is dat de dieren, als iemand een illegale slag tegengaan, diefstal, dat ze hun dieren, als iemand een dier jat en bij het slachthuis brengt, dan kan het slachthuis zeggen, ja, bewijs maar dat dit jouw dier is. Dan kunnen zij ook kijken van, nou, dit dier hoort helemaal niet bij jou. En dan moet het eigenlijk gewoon weer terug naar de eigenaar. Nou ja, we hebben hem dus eigenlijk al gehad. Dat was afgelopen donderdag, dus gisteren. En we hebben eerst, heeft Anthony, mijn collega, heeft eigenlijk de hele uitleg gegeven. En toen hebben we 4 filmpjes laten zien met, nou, hoe de hele website werkt, hoe je een aanvraag kan indienen, wat je daarvoor moet doen. En dan uiteindelijk kunnen ze bij mij de oormerken ophalen. Het is ook gewoon gratis en het blijft ook gratis. Je hoeft alleen voor de tank te betalen. En nou, daar hebben we dus eigenlijk de hele demonstratie laten zien van hoe werkt die website en hoe werkt het. En toen zijn we hier in de stallen, hebben we even wat geiten als proefdieren gebruikt. En hebben we laten zien hoe het werkt. Dus nou, je doet wat jodium op die tang, je doet die tang erin. En dan moet je precies voelen waar je het, ja, in kan zetten. Sommigen beginnen wel heel wat te schreeuwen. De geiten ook wat meer dan de schapen. Dus toen hebben we het ook nog laten zien hoe het werkt. Dus ze kunnen ook altijd langskomen nog bij mij als ze wel vragen hebben of het niet werkt. Meer uitleg willen, dan zijn ze altijd welkom om hier langs te komen. Geen specifieke tijd? Nee, ja, we zijn open van 7 tot 4. Je kunt even bellen, maar meestal ben ik er wel. Hoe kunnen ze meer informatie krijgen? Ze kunnen altijd langskomen bij ons, gewoon bij LVV. Kunnen ze bij kantoor aanmelden en als ik dan toevallig ben en ik heb tijd, dan help ik ze heel graag. Ben ik op dat moment niet, dan kunnen ze even een telefoonnummer achterlaten of ze bellen op en dan bel ik ze terug voor een afspraak. We zijn ook bezig met, we hebben de criollo geit, de lokale geit. Die is gewoon heel sterk, kan goed overleven in slechte omstandigheden. En die zijn we dus aan het kruisen met deze meneer, de boergoat. Die komen uit Nederland, het is een raszuiver ras. En die zijn we dus nu aan het kruisen, waardoor we willen uiteindelijk naar 75% boergoat en dan 50% criollo of lokale geit. Waardoor je wel die goede eigenschappen behoudt, maar wel snel groeit en genoeg vlees op zit. Dat uiteindelijk de knoekerel ook meer, ja, geld krijgt voor zijn dier bij de slacht.